En dat er mannen bestaan die hun vrouwen of hun dochters of weet ik veel wat, maar ook vreemde vrouwen die ze niet eens niet kunnen en het verhaal maar van één kant kennen, die ook slaan. Ja, het is morgen hemelvaart, dus ja, dan mag ik zondigen. Dus dat gaat lekker in de koelkast. Hoofd, open blijf jij. En ik heb nog wat over voor de Chinees. Maar ik heb geen bami meer. Dus dat heb ik gehaald. Een pakje bami. Een hele goede middag, lieve vrienden, en welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Het is vandaag woensdag de 8e van de 5e, 2024. Ja, we leven helaas alweer om 6 minuten over 4. Kan er ook niks aan doen. Ik heb ook maar een klein beetje make-up op, want ik heb zo'n hoofd. En ja, ik weet waar het ook komt. Toch gisteren, wat er allemaal gisteren gebeurd is. Ja. En dat er mannen bestaan die hun vrouwen of hun dochters of weet ik veel wat, maar ook vreemde vrouwen die ze niet eens niet kunnen en het verhaal maar van één kant kennen, die ook slaan. Ik begrijp dat niet, hè? Ik kan er met de pet er niet bij. Nee, ik kon die helemaal niet. En hij slaat mij met een helm? Hoe dan? Gebruik je verstand? Ja, en luister ook naar mijn verhaal. Nee, wat ik vroeg. Ken ik u? Moet ik u ergens van kennen? Want ik had hem nog nooit van mijn leven dagen gezien. Dus ja, wie het was, ik had wel een vermoeden. Maar die vermoeden moest even wel versterkt worden. Nou ja, het was Danielle, de vader. Nou ja, ik wist al van vertellen van Danielle hoe die was. Want hij heeft haar ook al jaren terug een blauw oog geslagen. Hallo, waar zit je verstand? Neem je eigen kaliber. Het is maar dat ik, het is dat ik niet weet waar die vent woont. Maar anders had er een brief naar binnen gegaan dat hij zijn eigen kaliber moet nemen. Ja. Maar in ieder geval, het is gebeurd. Ik ben er nou gewoon een dag helemaal van mijn propode door. Ik ben misselijk, ik heb overgegeven, Rijka heeft vannacht en vanochtend en vanmiddag nog lopen over te geven. Maar ja, het is nou iedere keer geel, dus gallig. Hoe noem je dat? Gal. Ja, gal. Hoe noem je dat? Dat gele. Dus dat is ook wel weer een beetje aan het opknappen, denk ik. He? Ja, we gaan zo even lopen. Daarna pak ik de scootmobiel, oftewel mijn booster. En dan ga ik naar de VOMA, want ik heb bijna geen brood meer. Ik heb bijna geen vlees voor kandel of meer, dus moet ik even weer aanvullen. Ik ben met het laatste blikje bezig. Ik zou gisteren boodschappen gedaan hebben, maar ja, dat kon helaas niet doorgaan. Niet omdat ik een dreun heb gekregen, nee. Omdat de accu's bijna leeg waren en ik had het op tijd weten te redden dat ik net op tijd in de schuur kwam. En toen hield hij er ook mee op. Ja, gelijk maar aan de acculader gezet. Zo simpel. Maar oké, lieve vrienden, geniet van jullie dag. Het is hier wel een kouder. Daar staat 13, daar staat 14. Hier staat 14, gaan we even kijken. Even verversen. Het voelt als 12, dus ik doe lekker gewoon een dikke jas nog aan. Ik vind dat helemaal niet warm, hè. En het waait. Ja, want hij houdt zijn pet of zoiets vast, weet ik veel wat hij vasthoudt. En de blaadjes die dwarrelen rond, dus ja, het waait. Hoeveel weet ik niet en dat boeit me ook niet. Ik doe gewoon lekker mijn warme jas aan. Ja, helemaal klaar mee. Maar in ieder geval, ik moet mijn wandel-app even veranderen. Want als ik van de zomer weer eens een keer weet ik waar naartoe loop, dan houdt hij het met 1 kilometer al op. Ja, dat moet me niet. Ik loop nu gewoon 1 kilometer. En dat moet dus, nee, dat moet ik nou niet heen. Meer.
daar moet ik wezen. Ja, bij wandelen. Nee. Nee. Wat kan ik dat nou doen? Je kan het opnieuw instellen. Meer. Ja, nou, dan moet... Training, bibel. Nee, zwemmen doe ik niet. Hardlopen ken ik ook niet. En fietsen, ja, dat is mijn scootmobiel, maar dat ben ik zelf niet in training. Nee, daar zit ik stil. Ja, oké, mijn armen, want je moet toch alert wezen met je armen en met je ogen. Je bent wel bezig, maar niet echt, ja, dat je loopt of wat dan ook. Dus ja, hoe ik dat nou weer... Hoe ik dat nou moet doen, Joost mag het weten. Ja, dat weet ik even niet. Ik moet dat kunnen veranderen, maar ik zie die oranje balk nou niet. Normaal zag ik een oranje balk. Mijn pagina. En dat is mijn profiel veranderen, dat hoef ik ook niet. Nou, ik moet dat eens even zien. Ik moet die oranje balk weer zien te krijgen, denk ik. Daar misschien, voor u. Start bewerken. Aha. Ja, en dan? Start bewerken. Ja, en dan? Kan je niks bekijken. En dat gaat ook niet. Nou zeg, wat is dit? Flauwekul. Ik wil wandelen, maar dat weer... Wacht, oh hier, wacht even. Ik zie het al. Ja. Streefafstand, ja, ik had 3,96 gelopen. Ja. Nou, ik ga er gewoon op 5 maken. En dan zien we het wel. 5 kilometer rond. En dat loop ik nou niet hoor. Nee, gereed. Hij staat nou gewoon wel op 5 kilometer rond. Maar het gaat mij erom, wat ik van de zomer loop. Ken lopen, ken behalen, weet ik veel wat. Gewoon met de meisjes. Ja toch? Ja. We merken het wel. Dus. Maar in ieder geval, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet ze en geniet een klein beetje met me mee. Ik zou zeggen, tot later. En ja, lieve vrienden, ik ben dus thuis zoals jullie zien. Ik heb koffie al, ik heb al medicijnen ingenomen, want het wil niet zakken met mijn hoofdpijn. Ik heb boodschappen gedaan. En die tas die staat hier al. En ja, het is morgen hemelvaart, dus ja, dan mag ik zondigen. Dus dat gaat lekker in de koelkast. Oh, open blijf jij. En ik heb nog wat over van de Chinees. Maar ik heb geen bami meer. Dus dat heb ik gehaald. Een bakje bami. Ja, ook vanmorgen. Lekker. Nou, ik... Ik drink toch even een keer de koffie, dus dan de mag op. Oh ja, er moet er ook in. Mergpijpjes. Stel ik voor dat ik visite krijg. En toch nog wat. Ja, toch? Ja. Hoppata. Twee dozen natvoer voor mijn poezekind. Voor Kandolfi. Brokjes in gelei, smaakvariatie. Nou, 3 keer zalm, 3 keer forel, 3 keer kabeljauw en 3 keer koolvis. Dan heb ik nog een doos met 3 varianties. 3 keer met zalm, 3 keer met forel, 3 keer met kip en 3 keer met kalf. Dus dat is vis en vlees. Dan heb ik een blikje... En nog een blikje. Met rund en lever, paté. En dan heb ik weer paté met zalm. Dus ja, dat dus. Dus ja, als het blikje die hij nou heeft leeg is, gaan we weer met een doos. En dan heb ik 6 maal brood. Dus dat gaan we zo meteen even inruimen. Lekker aan een bakje koffie. En, nou, ik ben te beroerd en te veel hoofdpijn om eten te gaan koken of wat dan ook. Dus ik doe het lekker met een broodje.
En ik zie wel wat ik erop doe. Ja hoor, het maakt mama niks uit. Lekker kuppen soep erbij. Hij kookt allemaal wat warmer naar binnen. En ja, mijn poeskindje die wil er ook in. Ik heb nog met een paar mensen staan te praten. Die zeggen, nou ja, vreselijk erg wat ze mij aan hebben gedaan, hè. Ze zeggen, want dat heb jij niet gedaan, want ze zeggen het al jaren dat ze willen trouwen. Ze hebben het ook tegen Lucardi verteld, voordat ik ze kon. Hadden ze al verteld dat ze wouden trouwen. En nog bij een paar winkels hebben ze dat rondlopen te bezuinen. Dus ja, hallo, ik heb niks gedwongen, lieve vrienden. Nee, ze lopen al jaren te roepen, we willen trouwen. En dan krijg ik de schuld van hun dat ik ze gedwongen heb. Nee, ik heb niks gedwongen. Nee. Ik ging helpen, dat is wat anders dan dwingen. En dat vonden ze maar wat fijn. Maar ja, we halen ze dan in ene, hè? Maar oké, ons poesekindje wil erin, die gaan we binnen laten. Hé, ja kerel. Ja. Wat is er meneertje, waar ben je nou? Ik zie je niet, je zit in de keuken. Oh, daar. Ja. Wat is dat dan? Ja, wat is dat dan? Wat is dat dan? Wil jij zo meteen even naar buiten? Nou, kijk jij even uit voor de camera, dame. Ja. Even uitkijken om er onderdoor te lopen. Kan dat? Ja, je mag zo naar buiten, hè. Ja. Ja. Ja, dat dus. Ja, en dan moet ik die weer tegenhouden, die wil ook naar buiten, maar Kandolf gaat dit keer voor. Ja, dat gaan we zo meteen eerst doen. Ik ga eens weer jullie even uiteraard afsluiten en de boel opruimen en dan Kandolf hier naar buiten. En dan zien we het wel weer. Ja, dan hoop dat dit toch echt zakt. Oh. Maar in ieder geval, lieve vrienden, geniet van alles en geniet een beetje mee. Tot later! Nou, hoe lief, hè. Zo lief. Geweldig. Oeh, wat een gapie. Ga zo naar bedje toe, want het is al laat. Ja, het is al laat, lieve vrienden. Ja. Ja, het is al laat. Maar ja, dat komt ook omdat mijn lieftallige dochter Karin even gebeld heeft. Die was weer onderweg naar huis en even druk bezig geweest met ja, foto's maken via Google Maps. Moest ik foto's maken van wat punten die zij mij aangaf, waar, wat ik in moest typen en, enzovoort. En, nou ja, zodoende weet ik nou even iets meer over het ongeval van een maatje van de, van Jody, geloof ik dat die jongen heeft, zijn naam was. Jody, ja, zoiets dergelijks, ik weet niet precies. Ik heb die jongen niet gekend, zij wel. En ja, dat was van de die autoclub waar ze met mij mee rijdt. En ja, maar ik heb ook mijn werk af. Maar was de, dit er niet tussen gekomen, dan had ik nou al wel op bed gelegen. Zo is het wel, ja. Maar in ieder geval, ik heb alles klaar. Jullie krijgen weer een mooie morgen een vlog te zien. En ik heb Facebook helemaal klaar, dus tijd om naar bed toe te gaan. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, dus welterusten allemaal. En dan lekker slapen, want het is al 17 minuten over 3. Dus het is de hoogste tijd. En ja, morgen allemaal weer gezond op. En jullie weten het, God die houdt over ons allemaal de wacht.
Daarom zeg ik graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei doei.